ik ben opera-regisseur, dus is het eigenlijk vanzelfsprekend dat het interdisciplinair is. Gelukkig, want dat is natuurlijk het leukste als zoveel mogelijk bij elkaar komt. Wat betreft de zangers, in wat voor stadium ze zo snel mogelijk met elkaar moeten gaan werken, dat is wellicht een andere vraag. Ik denk dat dat zo snel mogelijk moet. Dus eigenlijk het zingen van een aria bijvoorbeeld is ontzettend belangrijk. Maar zingen van een duet is eigenlijk nog belangrijker. Omdat je dan meteen leert communiceren. Wat heel belangrijk is, is dat je je hart moet kunnen openstellen. Dus als jij zegt van, ik denk niet mooi, bijvoorbeeld al. Dan kan je ook je hart niet openstellen ten opzichte van je eigen vak. Dus wat dat betreft moet je liefde leren ontwikkelen. Of wat andere mensen in de beetje spirituele wereld noemen verbinden. Ja. En dat verbinden is super belangrijk om te kunnen communiceren met je medespelers, met je dirigent en natuurlijk met het publiek. Wat ontzettend belangrijk is, is dat je je nooit afhankelijk maakt van wie dan ook. Dat je zelf altijd de touwtjes in handen hebt. Of dat nou heel groot is of heel klein. Maar dat is voor een zanger denk ik heel belangrijk. Dat is ook ten opzichte van een regisseur heel belangrijk. Dat je zelf blijft denken. Dat je zelf je hersens blijft gebruiken. En je niets verliest in ik weet niet wat. Want verliezen moet je in je vak, maar niet in de bijzaken. Ik heb 3 jaar geleden bij Fontys met 6 of 5 academies een opera gedaan, Macbeth. En ja, voor de studenten was dat fantastisch om met elkaar te werken. Dat was ook even wel, wat doe jij? En dus dat is super fijn dat dat nu van gaat komen. Dat het evident is dat ze gaan samenwerken. Omdat dat een stukje voorbereiding op de praktijk is. Waar ze ja, eigenlijk meer van leren dan van het reguliere onderwijs. Ik wil niet zeggen dat het reguliere onderwijs niet moet, maar dat NN geeft hun een go. En dat, wat ook heel fijn is, is dat ze dan zeggen, ja, maar jij behandelt ons al als profies. En dan gaan we wel plat op de bek, 5 keer per week, maar daar leren we wel heel veel van. Dus zo'n interdisciplinair project, ja, prachtig. Zeker als daar een opleiding voor komt.